Sorry, Chris. Dit is uitwraak voor Kwast. Nee! Hij is dood. En ik ben ook dood. Nee, ik ga dood. Nee! Ik heb 25 levels! Nee, ik heb 25 levels! Nee, stop! Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is het tijd voor wraak, jongens. Het is zoete wraak. Kwast is vorige aflevering vermoord. Althans, het is eigenlijk allemaal Robin's schuld. Als hij hem niet had meegenomen, had het ook nooit zo geweest. We hebben hier een dode Kwast, maar het zal nooit hetzelfde zijn. Hebben mensen al donaties gedaan? Alleen Jordi. Niemand gaf eigenlijk om Kwast. Nee, vandaag is het tijd voor zoete wraak. Dus we gaan gelijk op stappen, gaan gelijk op pad. Ik neem wat dingen mee. En oh, een lied. En wat hout. En dan gaan we nu naar Justin en Robin hun basis. Ik zal het ze nooit vergeven. Nooit meer. Alright, ik weet namelijk dat Justin en Robin nog een Chris hebben. Een Chris, een ezel. En die hebben ze helemaal stiekem bewaard, zodat niemand hem kon vinden. Maar nu hebben ze een fout. Ze hebben een fout begaan door hem aan mij te laten zien waar hij zit. Hier, Chris! Het is zover. Jouw einde. Kom hier, stomme ezel. Justin is gejoined. Nee. Oh, Justin is gejoined. Oh, nu moet ik voorzichtig zijn. Hoi. Oh, waarom joint hij nou? Oké. Als wij wegsneaken, heeft hij het niet door. We hebben geen tijd voordat Justin het door heeft. Kom, snel. Oh. Ik dacht het is zo perfect, want Justin is er niet. En Robin ook niet. Alright, laten we ons ding doen hier bij de cliff. Hij is geliefd. Ja, hij is geliefd. Het is een wonder. Nou, Chris, kom jij eens even hier, jongeman. We gaan even wat beleven met jou. Oké, niet vallen. Niet vallen. Alsjeblieft, doe voorzichtig. Kom, Chris. Ja, kom maar. Goed zo. 1, 2. Justin is er weer. Het perfecte moment. Sorry, Chris. Dit is uitwraak voor Kwast. Ja. Wraak is zoet. Oh, en Robin is ook gejoined. Wraak. Dit is wraak voor Kwast. Hoppakee. Wraak is zoet. We gaan het goede nieuws even aan ze vertellen. Wow. Die hal hier. Oh my days. Wat hebben ze helemaal gedaan, joh. Jemig. Holy crap. Hallo? Doet u op ons land? Wat klinkt jij raar? Jij klinkt raar. Nee, hij klinkt raar. Justin, jij klinkt heel raar. Hoe zit dat nou weer? Ik denk dat je hier verkeerde microfoon hebt. Jongens, wat lijkt deze ruimte al. Heel cool, maar ik heb zoete wraak. Ik heb eerst even een andere vraag voor jou. Nou? Wat vind je ook dat hier een zwart blok of iets in moet? Gewoon even iets donkers. Ja, er moet meer details sowieso in de muren. Ja, dat sowieso, maar ook iets donkers. Ja, dat kan je doen inderdaad. Ja, goed. Nou, ik ga weer, hè? Nee, wacht. Nee. Nee. Je moet even de wraak zien. Nee. Jawel, de wraak is al gedaan en ik wil dat jullie het zien. Oh, oké. Jongens, kom. De wraak is zoet. Oh, Kwast. Nee. Voor Kwast. Nee. Wat is er dood? Mijn wraak is zoet. Ik wist even dat we slapen. Oké, jongens. Justin, wil jij mij jullie geheime plek van Chris laten zien? Nee. Oh, nee, waarom niet? Hij is dood. Nee, hij is niet dood. Hij is weg. Volg mij, jongens. Ja, hij is weg. Mijn wraak is zoet. Nee, hij hangt ergens aan de klif. Hoe weet jij waar die was? Ja, mijn wraak is zoet. Mijn wraak is zoet. Mijn wraak is zoet. Nee! Dat gaan we doen. Nee! Justin. Ja, maar waarom word ik hierbij betrokken? Ik heb helemaal niks tegen. Ik ook niet. Ja, jawel, je hebt Kwast weg. Jongens, we gaan 1. Wat doet hij? Oh mijn god, mijn wraak is zoet. 1. Nee, doe het niet. 2. Doe het niet. Nee! Wat? Voor elkaar om dood te gaan. Oh, my days. Ik heb een idee, jongens. Ja, ik zit erop. En we gaan swingen. En dan moet ik hem losklikken. Kom op, los. Nee. Los. Nee. Los. Nee. Los. Nee. Hij moet los. Hij is volledig. Hij moet los, Justin. Nee. Dit is een wraak. Nee. Dit is mijn wraak. Nee. Jawel. Ik kom hier niet. Ik moet... Snijd de touw. Snijd de touw maar. Probeer het maar. Ik kom er niet bij. Doe dan. Dat ga je doen, hè? Doei. Doei. Maar kijk waar die gaat landen, hè? Kijk maar waar die gaat landen. Nee. Robin. Er is niks wat jullie kunnen doen. Ik ga zelf weghalen. Nee. Chris. Ah, oh. Hij vliegt! Hij vliegt! Hij zit niet meer vast! Nee! Hij is dood. En ik ben ook dood. Ik ben samen met Chris ten onder gegaan. Ik ben samen met Chris. Samen met Chris zijn we ten onder gegaan. Nee! Wraak! Dit was mijn wraak, Justin. Mijn wraak. Dit was mijn wraak. Ja. Jullie hebben geen recht meer op wraak. Wel. Nee, jullie hebben het recht op wraak verloren. Ah, dat zijn mijn spullen. Nee, mijn zadel. Nee.
Jezus, deze lift is kapot. Jongens, de lift is kapot. I know. Heb je nog meer of zo? Ja, ja, veel meer. Ik heb niks. Nee, dan moet ik naar Robin. Nee! Je gaat sterven. Wat is Wraak! Wraak! Ik heb zijn zadel, jongens. Ik kom hier niet uit, ik heb geen pickaxe. Wat ga je aan het doen? Hé, is hout. Dit kan ik weghakken. Jongen, kom dan maar naar boven. Ja! Nee! Ik heb je al eens weer naar beneden. Hallo! Nog een keer! Nee, oh. Ik heb geen blok, jongens. Ik kan die weghalen. Nee! Kijk, ik wil mijn spullen voor het zadel. Nee. Nee, hoezo niet? Ik viel ook gewoon te pletten. Ja, ik ook. Ik dacht dat Chris mijn val wil zo breken, ja, nee. Maar dat was niet zo. Oké. Okay. En de rest? Waar is de rest? Ik ga niet één voor één blokjes pakken. Ja, dan krijg je ze niet. Oh mijn god. Ah! Hoi. Hoi. Ik ben groot fan. Ik heb echt veel. Hey. Oh, die is van mij. Oké. Maar ik vind het zo sneu dat Chris hier bij me wordt betrokken. Chris... Ja, hoezo werd Kwast erbij betrokken? Wat had Kwast hiermee te maken? Hé, dit is van Kwast trouwens. En van Chris. En dit is ook van Chris. Had ik zo bij 64 me. Dark Oak planks zijn voor ons, Justin. Yes. Nee. Yes. Nee. Schadevergoeding. Kopen. Oké, schadevergoeding, prima. Maar ik wil ook een schadevergoeding voor jullie dan, voor mijn kwast. Hoezo van? Voor kwast. Twee katten. Twee katten. Nee, jullie blijven van mijn... jullie blijven van mijn katten af. Nee. Waarom werkt het niet? Zo. Oh, nee. Nee. We zijn opgesloten, haal het weg. Nee, joh, ik haat jullie volledig. Ik haat jullie. Nee, ik ga dood. Nee, ik heb 25 levels. Nee, ik heb 25 levels. Nee, stop. Nee, maak ze alsjeblieft mee. Nee. Ik had ook 28 levels speciaal. Die paniek. Oké, even naar zin komen, jongens. Adem in. Adem in. Oké. Justin, katten. Nee, mijn katten! Nee, laat mijn katten met rust. Jullie, ga jullie eigen katten maar doen. Dag jongens, de schadevergoeding is geëist. Dag. Oh jongens, ik moest huilen. Ik moet nog steeds huilen. Laten we terug naar huis gaan. Jongens, ik heb hier een kistje staan. Beste Max, zou jij nog 2 daken kunnen maken? Groetjes Rini. Met daarin een beetje dark oak. Nou, prima hè. En gewoon wat hout. En natuurlijk 5 hele lekkere diamonds. Weet je Rini, natuurlijk kan ik dat voor jou doen. Maar, wat ik eerst eigenlijk heel eventjes wil doen. Wat ik ook belangrijk vind. Is een chest room maken. Want ik word helemaal gek van het feit dat al mijn kisten verspreid staan. Ik moet ook nog steeds een kerkhof maken voor kwast, maar dat komt nog wel eventjes. Want eerst, het is zo ongeorganiseerd hier en die kisten in de muren en op een gegeven moment... Kijk, dit slaat toch nergens op? Wat zit hier überhaupt in? Heel veel steen. Oh, dat is wel heel fijn. Maar, wat ook een ding is dat ik het helemaal niet vertrouw met Justin en Robin op het moment. Ik denk dat ze iets met mijn katten of zo willen gaan doen. Dus die moet ik even in bescherming nemen. Ik heb een sign neergezet. Raak mijn katten aan en het is oorlog. Volgens mij zijn ze onzichtbaar. Nee! 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 Ah, nee! Dan ga weg! Ik heb bijna mijn eigen kat vermoord, joh! Ah, nee! Jopie, sorry! Laat ze met rust! Laat mijn katten met rust! Ik heb Jopie bijna vermoord door jullie! Nee, niet slaan! Hier! Ga weg! Ga weg! Hier! Oh, laat Jopie met rust! Jopie, kom terug! Jopie, toeter! Kom jongens, kom maar. Ik moet Robin's spullen even redden, wacht. Oh my days, jongens. En Dickie Dick. Jongens, wat doen jullie allemaal hier op straat? Oh my days. Mijn spullen terug! Ja, die liggen hier. Mak eens, mak eens. Mijn katten, jongens. Daar kun je niet aankomen. Pas op, als ze zijn. De Jopie is echt zwak. Dus, ik wil, nee. Ik wil mijn vlees terug. Kom hier, kom hier! Auw. Dickie Dick, je bent veilig bij mij. Auw. Hallo. Ik wil mijn vlees terug. Kijk hem nou. Hier. Je krijgt je vlees terug als jullie Dickie Dick met rust laten. Waar is Dickie Dick? Waar is Dickie Dick? Wat hebben ze met Dickie Dick gedaan? Wat hebben jullie met Dickie Dick gedaan? Hallo. Kom maar, katten. Kom maar. Ga maar terug jullie hokje in. Waar is Dickie Dick? Huh? Waar is hij? Jopie Toeter, waar is Dickie Dick? Waar is Dickie Dick? Jongens, ik ga jullie wat vis geven en dan zet ik jullie op je plek. Ze hebben Dickie Dick van me gestolen, jongens. Hé, hey, ik heb een puffervis opgevist. Kom maar, katten. Waarom ga je niet zitten, Jopie? Ik heb je letterlijk een visie gegeven. Oh, dat kan met de puffervis. Ah, oké, dit is goed om te weten. Hou jij Dickie Dick's hokje warm? Dan ga ik Dickie Dick halen. Waar ben je, Toeter?
Kom, Toeter, ga jij maar daarnaast zitten. Wat handig om een puffervis te gebruiken om katten te laten zitten. Dat is serieus echt de beste oplossing ooit. Ik kom voor je, Dikkie Dik. Ik ga je redden. Waar is Dikkie Dik? Waar is hij? Wat heb je met hem gedaan? Waar is Dikkie Dik? Waar is Dikkie Dik? Voor jou een vraag en voor mij een weet. Ik ga Dikkie Dik halen. Hij is niet daar in die gang, in ieder geval. Aan de andere kant van de gang. Nee, hij is niet daar in die gang, zeg ik. Aan de andere kant van de gang. Nee. Is hij ergens in deze vallei? Misschien. Ja of nee? Ik weet al waar die is. Jullie zijn zo omgegaan. Ik zag het op de dynamap. Ja, cheater. Dikkie Dik is hier ergens. Niet waar. Dikkie Dik is hier ergens. Nee. Waar is hij? Nee, blijf hier. Nee. Waar is Dikkie Dik? Nee. Waar ben je, Dikkie Dik? Mijn dikke kat, waar is hij? Nee, die gaan niet doodmaken, hè? Nee. Er zijn genoeg katten vermoord. Genoeg dieren vermoord in deze oorlog. Ja, jij. Hey. Jij begon dit allemaal. Nee, jij met kwast. Niet waar, want dat heb ik niet gedaan. Nee, maar het was flashback. Het was jouw schuld. Niet waar. Helemaal niet, trouwens. Waar is Dikkie Dik? Je had hem gewoon via een andere route naar huis moeten brengen. Ja, maar waar is Dikkie? Waar ik heb hem is niet via Dikkie jouw portal gedaan. Dat is niet meer belangrijk nu. Waar is Dikkie Dik? Jawel. We moeten oude koeien uit de sloot halen. Nee. Voor oude paarden. Waar is Dikkie Dik? Ik ga nu naar huis. Ik verwacht de foto van Dikkie Dik dat hij in goede staat is. Oké? Okay? Dat is goed. Oké, okay. Met een visje erbij. Hij moet eten. Met een visje erbij. Hij heeft een streng dieet om dik te blijven. Oké, okay, jongens. Je kan elk moment een foto op verwachten van Dikkie Dik met een visje erbij. Jongens, het gaat goed met Dikkie Dik. Hij is in goede staat. We gaan hem binnenkort terugkrijgen. Horen jullie mij? We creëren een leger van katten. We creëren een leger. En we zullen wraak krijgen. Wraak op Robin. Maar eerst een chest room. En die wil ik denk ik boven hebben. Want ik weet niet of dit allemaal goede plekken zijn voor chestrooms en weet ik veel wat. Dus laat ik even een trap maken naar de tweede verdieping hier. En kijken of ik daar wat leuks kan. Alright, mijn jongens. We zijn hier in het kasteel. En het trappenhuis, dat is eigenlijk zo goed als klaar. Ik wilde de chestroom maken, maar ik dacht ik ga eerst het trappenhuis maken. Anders klopt het gewoon helemaal niet. Want dan ben ik al boven bezig, terwijl beneden eigenlijk nog helemaal niet klaar is. Dus, ik heb een beetje dezelfde stijl als de gangen gemaakt. Maar dan wat groter natuurlijk met een soort mega, of naar kleine kroonluchten. Ik ben er nog niet helemaal mee eens. En aan deze kant de trap op, dan kom je hier gewoon bovenuit in deze ruimte waar het ontzettend donker is. Dus daar mag het wel even iets meer verlicht worden. En aan de andere kant, daar kom je hier bovenuit. Hoppakee. En dat is in het kasteeltje. Of in het kasteeltje zit sowieso in het kasteel. In de toren. Kijk, dan heb je ook allemaal ramen weer. Dus dat is wel vet leuk, denk ik. Om hier gewoon ook iets bijzonders te hebben. En als ik deze vormen zo zie, vooral deze. Het meeste waar dit mij aan doet denken is een grote open haard hier of zo. Dat lijkt mij zo leuk. Of juist hier dat je hierboven komt en hier de open haard hebt. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Maar in ieder geval het is een enorm leuke ruimte om hier ook iets te doen. De chestroom zelf dacht ik eraan om daar te maken. Omdat ik hier gewoon de meeste ruimte heb. Dus dat je het hier open maakt of juist niet. Ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk om een chestroom ruimte te kiezen. Want dit is ook gewoon een leuke ruimte. Hè, om een kistenkamer te maken. Ik kan wel in plaats van open haard kan ik hier wel hele leuke vormpjes maken. En ik wil toch geen automatische kistruimte. Dat vind ik niet leuk. Ik vind het leuk om het wel gewoon lekker zelf te blijven doen. En ik kan het gewoon niet. Ik heb geen idee hoe het moet. Verder is het interieur nog heel kaal. Er is echt helemaal geen detail. Helemaal geen plantjes, helemaal geen armor stands, geen boekenkasten nog. Het is allemaal gewoon nog echt veel te kaal. Er liggen ook nog geen kleedjes op de grond, weet ik van wat. Dat moet gewoon echt nog komen. Maar ja, dan moet ik eerst een chestruimte hebben. En dit is ook wel een mooie ruimte, maar dit is te dicht bij de ingang die we hier gaan bouwen met de trap zo. Met de brug eigenlijk. Die is zo'n veel te dicht daarbij dat mensen zo binnen kunnen komen in mijn kistruimte. En ik wil boven doen, denk ik. Anders kom je gewoon weinig boven. Ik denk dat ik deze muur dicht wil gooien en dan hier in ieder geval mijn wapenkamer wil maken. Daar ga je toch niet heel vaak komen. Dus een stukje lopen is niet zo erg. Maar dan heb je hier zeg maar de kisten met alle armor, alle pickaxen, alle zwaarden en zo, weet ik veel. En dan per kist gewoon verdeeld. Want dan heb je niet alle tools in één kist zitten, maar dan heb je dat gewoon echt een wapenkamer van gemaakt. Hoe lijp is dat? Dus dan zou dit hier zo dicht moeten, zoals dit. Ik denk dat dat wel leuk is hè, om te doen. Dan verdeel je de kamers ook echt nog. Ik wil zoveel mogelijk van mijn kasteel gebruiken, zodat ik ook zoveel mogelijk niet voor niks gebouwd heb, weet je. Dus bijvoorbeeld ruimtes waar ik nooit zou komen of zo, dat ik dat gewoon, dat ga ik voorkomen. Kijk, nu lijkt het in één keer een stuk klein hier, dat je denkt van, oh, dit is de bovenverdieping. Maar als je natuurlijk deze gang hier naartoe neemt en dan hier weer loopt, dan heb je, ja, dit is een perfecte wapenkamer, jongens. Dit gaat zo lijp worden om hier mijn armor stands neer te zetten met alle, oh, ik heb hier echt, dat gaat helemaal leuk worden. Maar eerst moet echt mijn normale chest doen, want anders komt het er gewoon niet van. Oh ja, voor als je afvraagt wat hier in het midden zit, hier wil ik mijn kerkers maken. Dus gewoon de trap naar beneden en daar misschien nog een extra ruimte maken. Ik had helemaal niet verteld of jullie was natuurlijk echt van, waarom
daarom zit daar een vet random deur in het midden. Ik dacht, ik wil trappenhuis een beetje op dezelfde plek houden. En ik vond een complete trap vond ik gewoon veel te breed. Hier wil ik natuurlijk meerdere doorgangen hebben. En dat kan ook wederom gewoon perfect. Sommige dingen passen echt goed, jongens. Als aan, aan het kasteel. Weet je, dat van, het kan net aan. Hier, het is allemaal symmetrisch, dit. En daar ben ik zo blij mee. Dat je hier binnenkomt en heb je hier gewoon een leuk ruimtetje zo. Misschien een gezellig ruimtetje, weet ik veel wat. Met een raampje die veel te hoog zit, maar dat maakt allemaal niet uit. Oh, hierboven komen natuurlijk ook allemaal nog verdiepingen. Oh, ik heb veel te veel ruimte, jongens. Ik heb echt veel te veel ruimte. Wat een luxe probleem allemaal. Weet je, jongens, ik heb een idee. Ik ga een nieuwe tijdelijke chestroom maken. Puur omdat ik alle kamers nog niet ingedeeld heb, maar ik wil het wel even gewoon hier hebben. Is dat ik het hier ga doen. Ik ga het gewoon als in zo, zo. Ik wil het in blokken hebben. En in het midden, ja, dit kan. Dit kan ook nog eens gewoon mooi zijn. En dat blijft het belangrijkste, jongens, dat het mooi is. En laat ik even heel veel kisten neerzetten. En dat is het mooie natuurlijk. Ik ben bij die mansion geweest en daardoor heb ik echt meer dan anderhalf stack. Of ik heb ongeveer anderhalf stack chest. Nou, die ga ik denk ik nooit meer opmaken, deze kisten. Als ik nou gewoon zo doe, hier gewoon zoveel kistjes neerzet, eventjes. Kijk, ik weet dat dit een onhandige manier is om het te doen. Maar aangezien ik toch zoveel ruimte heb, kan ik het net zo goed gewoon in plaats van die kisten zo naast elkaar neerzetten en dan vanaf hier pakken. Kan ik ze toch gewoon zo doen. Ik heb toch genoeg ruimte. En dan zelfs walls in de hoeken zoals dit. Ja, dat is leuk. En dan hierachter heb ik natuurlijk mijn wapenkamer binnenkort pas. Voor nu, dit is helemaal prima, jongens. Hier ben ik blij mee. Ik denk dat ik hier wel heel veel kwijt kan. Ik laat dit gewoon helemaal over als steen. Misschien dat ik de middelste zelfs helemaal gewoon steen vul, want ik heb zoveel steen, jongens. Laat ik dat ook gewoon gelijk doen. Gewoon al mijn steen even een keertje sorteren. Oh, wat een rust. Ik heb alle kisten die ik kon vinden in dit kasteel, heb ik gewoon weggehaald en hier naartoe verplaatst. Het zit nu helemaal bomvol met steen hier. Cobblestone ben ik blijkbaar dus echt gewoon heel arm van. Ik heb niet zo heel veel cobblestone meer. En ik heb nog genoeg stone bricks en ik heb nog genoeg rare cobblestone dingetjes. Dit is al het hout wat ik heb, dus ik moet ook weer een beetje hout gaan hakken. Volgende aflevering wil ik daadwerkelijk compleet verhuizen. Dan wil ik alles wat in deze kamer staat, hier, hoppakee, wil ik ook daar binnen gaan verhuizen. En dan is dit gewoon, ja, dit wordt dan gewoon wat anders. Ik weet niet wat dit gaat worden dan. Hey, kom maar binnen hoor. Hallo, ik heb bezoekers. Dat wist ik niet eens. Kom maar hoor. Welkom. Neem je lama's mee. Ja, goed zo. Waarom komt hij ook daadwerkelijk binnen? Hij is nu gewoon een nieuwe, weet je. Waar ga je heen? Ik heb niet gezegd dat je mijn kasteel in mag. Hallo. Wat ga je doen? Wat verkoop je überhaupt? Slimeballs. Oh, alright, alright. En potsel. Dit, jou gaan we eens bewaren, jongeman. Ik heb een idee. Ik heb een heel leuk idee. Kijk eens. Ik heb wat voor je. Wil jij een zullen we hem in mijn kasteel ergens plaatsen? Zodat hij merchant in mijn kasteel is. Ja, dat is gaaf. Dan sluiten we hem gewoon op in mijn kasteel. Kan hij geen kant op? Wil je hierheen? Weet je wat? Prima. Ga je lama er maar bij. Nee. Oh, zo ja. Oké, hoppakee. Je bent voor nu even opgesloten hier. Je lama, die, ja, wat doen we daarmee? Die hoef ik eigenlijk niet. Voor jou alleen. Ik vind jou wel leuk om jou in mijn kasteel te hebben. Ja, dat is een soort guy die in mijn kasteel zit. Zullen we hem even een nametag geven dat hij niet despant? Berend, ik heb een nieuwe vriend voor je. Hier, ik heb eerst wat emeralds van je nodig. Juist, en daarna heb ik een nametag nodig. Hoe noemen we hem? Bob. Hij heet Bob. Bob, het is tijd om jou een naam te geven en jou te verwelkomen. 1, 2, hoppakee. Oh, ga jij er maar bij, lama? Ja, vind ik wel een goeie. Zo, dan horen jullie bij elkaar. Bob met z'n lama. Vlek en Stip, zullen we jullie ook gelijk een keer even een naam geven? De eerste noemen we Vlek. Hoppakee, Vlek, kom eens hier. Ik weet dat jij hier zit, Vlek. Komt-ie? Boom. Vlek. Nu moeten we wachten tot Berend weer kan traden met me. Tot hij weer zin heeft om nieuwe deals te sluiten. Want ja, hij heeft op het moment geen zin in. En dan kunnen we ook Stip even fixen. Want Stip die zit daar vast ergens. Maar voor nu, jongens, vind ik het wel weer mooi geweest. Er is veel gekloot deze aflevering. Oh, wacht. Nee, Dikkie Dik. Oh, ik ga even kijken of ik de foto van Dikkie Dik heb. Jongens, ik heb een foto ontvangen van Dikkie Dik. Nee. Hij zit gevangen. Hij heeft tenminste een visje, maar hij heeft hem onder spikes gezet. Nee. Geef me hints. Laat nu in de reacties weten. Wat moet ik doen? Hoe moet ik Dikkie Dik gaan redden? Hoe gaan we dit doen? En waar is Dikkie Dik? Waar is dit? We gaan hem terugkrijgen, jongens. Helaas moet dat wel volgende aflevering. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat niet gedaan hebt. Like de video ook even. Spreek later, glaasje water, tot vier flesje bier. Yeah!